Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Hof Beekman. Welkom jongens, leuk dat jullie er zijn. Hey, de vorige keer is natuurlijk veld 5 is volledig ingezaaid met tarwe. Wat niet helemaal de bedoeling was, omdat ik het eigenlijk verkeerd heb gedaan. Maar goed, bij deze. Maar wat gaan we vandaag doen? Nou, ten allereerste moet natuurlijk dit veld ook eventjes gecultiveerd worden. Het is al bemest, dus we moeten eventjes de cultivator erop pleuren. Of de ploeg, dat kan ook. En dan gaan wij veld 13 namelijk maaien. Ik heb namelijk een paar leuke maaiers gevonden. En moet alleen even kijken waar natuurlijk in onze prijsklasse valt. Want dat is wel belangrijk. Als we eventjes naar maaiers gaan. We hebben in ieder geval eerst de Klaas Discord. 22,5 en 46,5. Nou, dat zou in principe nog kunnen. Kuhn, 48,5. John Deere, 48,5. Kuhn, 38,5. Nog meer John Deere. Nog meer Kuhn, nog meer John Deere. De Puttinger Novaket, die zijn wel een stuk goedkoper. Ik weet niet of hier die dingen zou zitten. 30 km per uur maaien, dat vind ik wel heel erg veel. Dus ja, ik heb een paar maaiers gevonden. Ik denk dat we deze weer gaan kopen. Dat kost 40.000 euro in totaal. Maar dan hebben we ook direct het grootste van het grootste. En dat is toch wel heel erg prettig. En dan moeten we natuurlijk ook nog... Het mooiste is eigenlijk als we natuurlijk deze achterkant kunnen doen. Want als we ooit silage nodig hebben, dan kunnen we het direct in zwaarder doen. Nou, in principe is dat natuurlijk ook weer niet helemaal nodig, want we hebben natuurlijk Follow Me. Dus ja, dat kan ook. Maar ja, ik heb dus een heel compleet My pakket. Ik zie trouwens station D. Ik wou zeggen, kunnen die het in zwaardes leggen? Maar dan ken hij. De Kuhn. Ja, het is allemaal exact hetzelfde, hè? Het is alleen een ander kleurtje. De Disco is daarentegen wel anders. Nee, helaas. Maakt niet uit. Want dit veld moet nog eventjes een keertje bemest worden. Dus dat doen we soms dan ook eerst. Maar ik denk dat ik eerst eventjes de cultivator pak. En dan zetten we deze saaimachine heel eventjes aan deze kant neer. Zo, dan kunnen we eventjes een cultivator pakken. Want dan kan hij zo meteen zijn gang gaan. En dan hoop ik eigenlijk dat we nog eventjes wat... dat we koolzaad of zo kunnen inzaaien. Dat zou wel fantastisch zijn. Want we hebben natuurlijk, volgens mij hebben we Season Grow aan. Dus dat betekent dat we echt puur wanneer het kan ingezet worden in bepaalde maanden. Dat is wel belangrijk. Het is wel een mini cultivator, maar dat is op zich niet zo heel erg. Want wat ik zeg, of mini cultivator, daar valt ook nog wel meer. We kunnen ook wel een ploeg doen, maar ik denk dat we mooi deze houden. Zo. Dan werkt deze maar de hele nacht door. Dat is op zich niet zo heel erg, want we moeten zometeen eerst eventjes slapen. Zo. Nou, dan moeten we denk ik eerst eventjes iets naar achteren, zodat we koersplay goed kunnen instellen. Zo. Kijk. Nice, nice, nice. Dan doen we eerst die. Nee, dat was die. Huidige koers wissen. Dan. Het is een beetje lastig dat dat dan altijd helemaal in de weg staat. Klus maken. Koersplay veldwerk. Doelpositie is daar. En die. 25 akkers. Nee, doe er maar 4. In het midden beginnen. En ik denk dat het goed is. Zo. Oké. Nice. Die. Klus starten. Hoop ik dat hij zich redt. Doe maar gas geven. Hoezo wordt geblokkeerd door een object? We kunnen toch langs? Hoezo wordt geblokkeerd door een object? Wacht even. Dat doet het anders. Die maar uit. Zo. Kijk, en dan gaan we gewoon hier staan. En dat is goed, dus als ik Shift H doe, dan doet hij het. Nice, nou die redt zich wel, hoop ik. Het duurt eventjes, maar... Kom goed. Het zaad mag daar blijven. Dan gaan we nu allereerst eventjes slapen. En dan, ja, eigenlijk moet het veld ook nog even bemest worden. Zullen we dat even gaan doen? Even in de tussentijd. Want ik wil het maaien zo meteen eventjes met de timelapse doen. Dus dan doe ik het bemesten doe ik wel eventjes offscreen. Even kijken of dit werkt. Laat me eventjes vol blijven nog. Zo. Het is toch altijd makkelijk dat we dan toch even wat mest kunnen gooien. En op zich... Voor mij kost het 3 bakjes, dacht ik. Even kijken of dit werkt, hoor. Als het niet werkt, dan werkt het niet.
Oké, dan gaan we even een stukje zo. Zet hem heel veel uit. Dan gaan we heel even kijken. Want dit is nu 50% bemest. En dit is... ja, 80%. Nee, 100% bemest. Dus dat is top. Dan ga ik hier eventjes mee bezig, jongens. Dan is die sondeer ook even bezig. Want het begint donker te worden. Dan gaan we slapen. Dan zetten we... dan gaan we de maïs kopen, denk ik. En dan gaan we ons... ons veld maaien. Het gaat helemaal goed komen. Zo, goedemorgen. Daar zijn we weer. Volgens mij... er staat kippen, maar voor mij... zijn eieren van de... van de kippen. De eieren van de kippen zijn kapot, jongens. Nee, zo te zien... als ik dat zo'n beetje goed bekijk... wat moeten we eigenlijk in godsnaam zijn eieren neerplaatsen? We hebben natuurlijk dit kleine ding. En waar is de Landini? De Massiverus hebben we ook nog. De Speedster. Oh ja, dat is ook zo. Dit wouden wij verkopen, maar dat wou niet op de een of andere manier. Dat is ook zo. Maar wat ik dus wil gaan doen is heel eventjes die eieren wegdoen. En dan gaan wij de maïs kopen. Ik hoop dat we genoeg geld hebben. Ik leg de eieren, leg ik anders... ja, misschien kunnen we de eieren wel even hier neerleggen. Dan zijn ze ook droog. Niet hier in het gras. Want ja, er kan niks meer bij spawnen. Omdat we te veel eieren hebben. Ik neem aan dat we die eieren toch gewoon wel kunnen verkopen, toch? Maar ik wacht natuurlijk nog eventjes op jullie reactie. Hoe we die zo kunnen verkopen in het tuintje. Dat is wel eventjes een dingetje. Maar dat weet ik ook niet. Hoeveel eten hebben ze nog? 700. En nog 168 liter water. Dus ik ga ervan uit dat het genoeg is. Zo niet, moeten we eventjes weer water bij doen. Maar ik denk het haast wel. Kijk, dan kunnen we deze hier neerleggen. Hoppakee. Zo, karretje staat ook daar. Maar, dan gaan we eens even kijken. Welke maïs gaan we nou eigenlijk daadwerkelijk aanschaffen? Dat is wel eventjes belangrijk. Want, ja. Want voor, je kunt voor de koeien... je kunt zowel... hooi als gras doen. Dus ik denk dat het makkelijkste is om sowieso met hooi te beginnen, denk ik. Dus we moeten ook een schudder hebben, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, ik denk dat dit het makkelijkste is. Ik vind 30 km per uur wel heel erg snel voor zo'n ding. Dat gaan we niet doen. Deze kost 10.000 euro. Laten we hem dan op 22 km per uur. Voor mij is dat een standaard ding. Dan kopen we die en dan kopen we deze ook op 22 km per uur. Ik vind 30 km per uur wel heel snel. Dan hebben we nog 19.000 euro over. Nou, hartstikke mooi. Dan moeten we nog een schudder hebben. Daar heb ik geen nieuwe voor gevonden, dus dan zouden we eventueel deze kunnen kopen. En dan moeten we ook nog een hark hebben. Daar heb ik volgens mij ook nog niet echt een nieuwe voor gevonden. Dus we kunnen ook beginnen met gras. Het is wel zo, als we compleet gemengd rantsoen gaan doen, dat we wel... hooi nodig hebben. Geen gras, maar hooi. Toch? Ja, voor mij moet daar hooi voor hebben. Dus het is toch wel makkelijker om toch direct maar te gaan schudden. Ja. 16,5. 9 meter, 8,7 meter. Dit is 500 euro duurder. Laten we voor de Ficon gaan. Zetten we deze ook op 20 km per uur? 20. Anders houdt hij ons bij. We hebben nog 3000 euro over. Dat is niet veel. Maar goed, het is niet anders. Ik zie dat de sondeer ook eigenlijk bijna klaar is. De vent heeft 310 pk. Dus dat kunnen we in principe wel mee gaan maaien. En de Massiverison zouden we ook nog mee kunnen maaien. Dus... misschien dat we eigenlijk aan de ene kant toch wel een klein beetje heel erg veel... trekkers hebben, misschien. Maar laten wij alle twee de trekkers maar eventjes meenemen met behulp van Follow Me. En dan gaan we wel eens even kijken welke het makkelijkst is. Zo, daar wordt de vent ook een keertje ergens anders voor ingezet. Die rijdt 39 km per uur en deze volgens mij 40, toch? Ja. Oh, er zit nog een trailer achter, joh. Maar dat hoort niet. Oeps. Kan ik deze hier achterin doen? Jawel, toch? Er staat er niemand in de weg. Plaatsen we die daar eventjes.
Zo. Nou, dan mag deze die volgen. Die. Hoppakee. Als het goed is staat hij op follow me. En dan kunnen we nou dus voluit naar de... Naar de winkel. Volgt hij ons nou? Waarom volgt hij ons nou niet? Of heb ik de verkeerde knop ingesteld? Dat zou ik nog kunnen. Oh nee, voor mij moest je dubbel tikken, hè? Dat was het. Je moest dubbel tikken. Nee, niet followen, chef. Hè? Nee, Massiverusel moet je volgen. Juist. Volgt hij hem nou? Of pakt hij de chef nou? Nee, hij volgt. Oké, top. Ik zie jullie bij de winkel. Nou, daar zijn we. Ik denk dat wij de Massiverusel, dat wij die aan de schudden, of niet, aan de maaiers doen. Want die heeft ietsjes meer pk als de vent. En dan kan de vent, die kan ons gewoon volgen. Met behulp van de schudden. Dan hoeven wij dat zelf niet te doen. Kost natuurlijk wel geld, dat is logisch. Maar ik denk dat dat op zich wel grappig is. En de winkel is hier vlakbij. Of de winkel zeg ik. De, stop. De dinges is dichterbij. Het veld. Dus we halen die zo meteen wel eventjes op. Laten we eerst even de Massiverus zo positioneren. Ja, want het veld 13 zit hier achter. Dat is ideaal. En ik zie niet dat we het in zwaardes kunnen doen, maar dat hoeft ook niet. Maar het is een flink veld. Ja, maar dat is niet zo erg, want dat hebben we wel nodig. Kijk, dan pakken we even de vent. Zo, de chondeer die is ook klaar, zie ik. Het gaat wel regenen, dat is wel vervelend. Maar dat komt vast wel goed. Dan klappen we die vast uit. Is dit echt dezelfde werkbreedte? Ja, voor mij wel. Dus zet hem maar aan. Doe maar omlaag. Ja, helper is geactiveerd. Top. Dan zetten we die aan. En dan zetten we die aan. En dan hoop ik dat het goed gaat. Masi, je mag wel even gas geven. Zo komen we er niet, hè? Ik zie ook helemaal niks. Masi, hallo. Hup, wacht even. 90 pk en 40 pk. Waarom rijden we dan zo traag? Ja, we moeten een heuvel op. Oké, dat snap ik. Huh? Of komt het omdat ik de snelheid heb aangepast? Nee, toch? Oké. Nou, we moeten maar eventjes bekijken. En als we straks naar beneden gaan, of dat wat sneller gaat. We zouden 22 km per uur moeten gaan. Moet ik gaan schakelen dan of zo? Nee, waarom rijden we maar 10 km per uur? Ik weet het niet. Zal wel goed gaan, toch? Kijk, nou is hij weer heel zijn snelheid kwijt. En ik... Alle tweede maaien staan ook aan. Eigenlijk moet ik eventjes steken. Maar ik weet niet hoe dat met de follow me mod gaat. We komen de heuvel niet eens op. Wat is dit, hè? De Massiverus over 170 pk. Heeft die keld niet goed geprogrammeerd of zo? Ja, we komen er wel. Daar niet van. Misschien dat hij even zijn weg moet vinden. Als we zo meteen die kant op gaan, dat het een stuk sneller gaat. We komen er wel. Het duurt alleen even. Oké. Dan, dan start ik de tank dus maar, denk ik. Dan hoop ik dat hij... dat hij zo meteen zijn snelheid pakt. Het zal wel... het zal wel handig zijn. Ja, anders moet even van trekken wisselen. Dat zou kunnen. Ja, dat kan zo niet. Of moet de John Deere deze kant op brengen? Dat kan ik me haast niet voorstellen. Nou ja, het zal wel. Jongens, ik sta de tanklus wel. Dus we gaan het wel zien. Ik zie jullie zo wel. Ik hoop dat we de snelheid er een beetje erin krijgen. We'll be right back.
Zo, daar ben ik weer. En mijn camera is weer kapot, zie ik. Het zou eens een keertje niet zo zijn. Hey, maar ja, jullie zagen dat het nog wel heel erg lang duurde voordat überhaupt de maaier op gang was. Ik zat nog te denken om eigenlijk het helft van het veld te gaan maaien. Maar ik dacht, we hebben toch mijn hooi nodig. Kan ik net zo goed alles doen. Dus ik heb de sonde eventjes afgemaakt, want die was ook nog niet klaar. Of die was wel klaar, maar die had een stuk vergeten. Dus die heb ik eventjes gedaan. En heb ik alle twee heb ik de maaier ook even op helpen gezet. Alleen, die is ook nog niet helemaal heel snugger, zeg maar. Want hij is die ook een heel stuk vergeten. Ja, ik weet het niet. Het zou wel komen omdat dit veld zo scheef loopt. Ik zou het anders ook niet weten, want je hebt in totaal 49 pk. Dat is 150 pk. Heb ik dat goed? Met mijn goede rekenskills, voor mij wel. 140, 150 pk ongeveer. Hebben we dat nodig? Nou, dat heeft die Massiverre zo wel. Maar ja, omdat het hier dus zo scheef afloopt, is het nog erg lastig. We kunnen er natuurlijk voor kiezen om dit veld een keertje te gaan verkopen. Een ander veld te gaan kopen en daar gaan ze in te gaan zaaien. Wat dichter bij de boerderij is bijvoorbeeld. Maar moet maar eens eventjes gaan kijken. Eerst wil ik natuurlijk eventjes dit hooi doen. Vandaag gaan we niet persen of whatever. Dat doen we de volgende keer. Maar we kunnen ook niks meer inzaaien. Ik dacht eigenlijk dat we koolzaad of sojabonen kunnen inzaaien. Maar dat ken hij. Dat kan pas in maart. Dus de John Deere heb ik nou wel op de achterweer voor de zaaien gezet. Maar dat heeft nog niet zo heel veel zin. Maar in ieder geval, het andere veld is ook klaar. Dus dat is fantastisch. Ja, en dan zul je vast afvragen. Lars, waarom rij je toch zo vaak naar achteren? Nou, dat komt door die SideTech Sidepanel. Als ik dat ding een keertje inklik, dan klikt hij twee keer. Waardoor er dus niks gebeurt. En dan kan zomaar drie, vier keer achter elkaar gebeuren. Dat is soms best wel frustrerend. Dan moet ik weer achteruit rijden. En zo. Maar ja. Dat is een kwaaltje bij die SideTech. Die knopjes die laten op een gegeven moment ook los. Die zijn helemaal ingedrukt, zeg maar. En dus als je dus klikt, dan kan het wel eens zijn dat die twee keer klikt. Waardoor er dus niks gebeurt. Zo, dan moet je alleen dat stukje straks nog. En dan is dit veld in ieder geval gemaaid en geschud. En dan moeten we een hark hebben. Misschien dat ik nog wel eventjes een leuke hark kan vinden. En ik denk dat we balen gaan persen, jongens. Gewoon balenpers hebben natuurlijk. Die moeten we dan maar eventjes gaan huren. Want we hebben niet zoveel geld. Tenzij jullie natuurlijk drachten komen van... Lars, je kunt de tuintjes zo en zo verkopen. Dan moet ik alleen natuurlijk wel weten hoe. Dat is wel handig. Helper is klaar met het werk. Of gaat hij nog een keertje terug? Wacht! Oh. Ja, het is een flink veld. Zullen we eens even kijken. Stel, we verkopen veld 13. Dat is 216.000 euro. Nou, en dan kopen wij, weet ik veel. Waarom heb ik dit stuk eigenlijk? Oh ja, dat is een tuintje. Dat is ook zo. Veld 3 is 104.000 en veld 2 is 150.000. Dus als ik heel eventjes ga kijken hoe veld 3 eruit ziet. Even via hier en hier. Ja, er zit inderdaad ook wel een beetje heuvelachtig in. Maar ik denk dat dit minder is als dat veld. Veld 13. Dus misschien dat dat een idee is. Dat wij eerst dat veld natuurlijk, dat gras allemaal fixen. En dat we dat veld gaan verkopen. En dat we dit veld gaan inzaaien met gras. En het inloos keertje dicht bij de boerderij ook nog. En het veld is grotzat. En veld 2 zit al. Nee, dat is geen gras. Dat is koolzaad. Oké. Dan weten we dat. Komt goed. Kijk, hij heeft dat stukje ook gedaan. Dan zou die nog wel klaar zijn. Ja, dat is klaar. En dan dat stukje nog. En hij is in ieder geval het grootste gedeelte van het gras is klaar. Kijk, en dan kunnen we natuurlijk gaan harken. En de balenpers die kan achter ons aan. Met behulp van Follow Me. Zoals ik het eigenlijk altijd deed. Zo. Dan moet nog heel eventjes dat stukje meenemen, die sliert. Dit ook. Oké, doe dit ding maar omlaag. Zo. Want ik weet dat je Ctrl B en Ctrl V ook kunt doen. Kijk, Ctrl V. En Ctrl V. Hoppakee. Maar soms werkt het ook nu hoor, Ctrl V.
Dan klik je erop en er gebeurt niks. Nou, dan doen we dit stukje nog even. Met 6 clubs in de buurt. En dan gaan we dat even harken en dan kan alles weer terug. Of te schudden bedoel ik. Ik zeg harken, maar het moet geschud worden. Nou, dan ruimen we de boel eventjes op, jongens. En dan denk ik dat het mooi is geweest voor vandaag. Dan gaan wij de volgende keer... dan ga ik eventjes een mooie hark vinden. En dan gaan we even kijken of we de boel kunnen harken. En natuurlijk dat we het kunnen gaan persen. De pers moeten we dan maar eventjes gaan huren. Dat is dan niet anders als we daar geld voor hebben. En ik hoop natuurlijk dat jullie mee kunnen helpen met het... met de tuintjes wat ik op de een of andere manier niet kan verkopen. Ik weet het niet. Kijk, je kunt het natuurlijk zelf ook uitrekenen natuurlijk. En dan zou je het met de Easy Development Control Mod, hoop ik, zou je dat moeten kunnen fixen. Maar ja, het mooiste is natuurlijk als we het zelf kunnen gaan verkopen. Dat zou fantastisch zijn. Ja, de kwakken in de gaat ook fantastisch. Die moeten we, ik weet niet hoeveel eieren gemaakt. Die zijn allemaal vol, hè. 25 stuks. Deze zitten vol. Kunnen die er ook bij. Dan kunnen we die binnenkort ook gaan verkopen. Nice. Kwakken, jullie zijn goed bezig. Ik weet ook niet of de reproductie bij zit. Eigenlijk. Hebben we reproductie erbij? Dak. Reproductie. Kwakeenden. Ducks provide you with eggs that you can sell at point of sale or process further in your productions. De getallen tussen de haakjes staan voor de effectiviteit van het betreffende voer. Ja, is het enige wat ze nodig hebben. Ze hebben alleen geen stro. Oeh. Oeh. Maar, daar heb ik wat voor. Ik weet niet of we deze balen kunnen gaan gebruiken. Het zal wel grappig zijn. Ja, dat kan. Als 7000 liter. Het is weer... dit mag eigenlijk helemaal niet, hè. Wat ik nou doe. Maar ik denk dat dit sowieso niet werkt. Oh, dat werkt wel. Ach, ze krijgen stoel in een hokje. Wat lief. Hoeveel liter stro gaat erin, hè? Zou zo een keer leeg zijn, toch? Nou... 4000 liter stro. Nou, dan leggen we de bal weer hier neer. Hebben ze ook lekker wat stro, dus dan gaat de productie nog omhoog. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Hof Bergman. Hopelijk hebben jullie genoten. Als het zo is, knal natuurlijk even je like erop, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. Zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!